Dit is les met minder snel. Minder snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemiddag, 6 VWO Wiskunde A. Welkom bij Wiskunde met Meneer Snel. Jullie hebben vanmorgen een esteetje gemaakt en dat leek me leuk om daar samen even naar te kijken. Dus we gaan even kijken naar de toets. Daar is die. ST3, 6 VWO, bla bla bla. Vandaag. 12 vragen, 46 punten. Formulebad. En dan beginnen we met de code de Fibonacci. Fibonacci-reeks is een hele beroemde reeks. De eerste 12 getallen zijn 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 en 144. De recursieve formule van de rij is... De nieuwe term is de vorige plus degene die daarvoor zat met als begingetal 1. Een getal in de reeks is de som van de twee voorgaande getallen. Ja, dat staat daar. Bepaal voor welke n geldt, bla bla bla. Nou, laten we eens even kijken of dit ding misschien ook met rijen kan werken of zo. Sequences. Ja, en dan gaan we een sequence toevoegen. En dan gaan we een recursieve formule van de tweede orde toevoegen. Eentje die verwijst naar de vorige en de voorvorige term. Kijk, Fibonacci staat er al in, zie je dat? De nieuwe is de vorige plus degene daarvoor. Deze rekening werkt met n plus 2 als de huidige term. Nou, de beginwaarden zijn 1 en 1. Dus we kunnen nu de waarden kunnen we gewoon al gaan weergeven volgens mij. Klopt dit? Oh, hij begint bij 0. Dat wil ik niet. Ik wil dat hij bij 1 begint. Nee, hier begint hij ook bij 0. Zie je dat? U0, U1 is 1. Ja, nee, dat klopt. Dus dit is goed. Dit is hem. En dit zijn inderdaad de getalletjes die meneer Teunissen ook had. Nou, dat is mooi. Dus dan willen we nu gaan kijken naar het verschil tussen un en un-1. En dat kunnen we gewoon in een andere rij zetten. Dan zeggen we nou vn is un. En die zitten hier in de toolbox. Dus un min un-1. Zo. En dan kunnen we daar ook de waarde van weergeven. Het probleem is alleen, als we nu hier de waarde van weer gaan geven, dan komt hij niet hoog genoeg. Dan komt hij hooguit bij 34. Hey, zie je dat? Die 21 is gewoon die. En die 13 is gewoon die. Dus eigenlijk is het gewoon, dat verschil van die twee termen is gewoon de term die daar zo twee stappen voor zit. Dat is grappig. Dan hadden we die rij, als we dat hadden geweten, hadden we die rij niet hoeven maken. Nu moet ik er wel even zorgen dat hij wat langer doorgaat. Dus ik ga het interval zetten. Ik ga zeggen, je moet beginnen bij 0, maar je moet niet eindigen bij 10, maar bij 30. Zo, dat zal hem leren. En nu kunnen we naar onze vn, dat is onze un min un min 1. En wanneer komt er dan die 987 uit? Dat is hier. Dan moeten we dat nog wel even gaan opschrijven. Dus dan zetten we hier van, nou, we hebben in onze rekenmachine ingevuld un plus 2 is un plus 1 plus un. Met u0 is 1 en u1 is 1. In werkelijkheid begint Fibonacci eigenlijk bij 0, maar boeien, maakt niet uit. En dan voeren we dus ook in vn is un min un min 1. En dan gaan we kijken in de table en in de tabel zien we dat bij 17 is un gelijk aan 2584. Die hoef je niet op te schrijven, maar ik zie hem toch in mijn tabel, dus schrijf hem even op. En vn is 987. Dus bij n is 17. Dus n is 17. Conclusie, hè? Mooi. Som 2. Bereken voor welke n de volledige som groter is dan 15.000. Dus we willen nu alle termen optellen tot en met de n-de term. Dat kunnen we ook met de rekenmachine doen. Kijk maar, dan kunnen we de somrij gaan invoeren. Dus dan gaan we zeggen, even terug naar sequences.
En dan gaan we die VN, daar gaan we nu de somrij van maken. Dus deze, die moet weg. Weg. Hebben we een clear knop misschien? Werkt dat? Nee. Oké, dan gaan we deze gewoon... Ja, maar ik wil een andere hebben. Ik wil deze niet. Misschien. Oh, met backspace gaat hij weg kennelijk. Oké, mooi. Nou, dus dan nemen we nu een recursieve rij van de eerste orde. Want we gaan de somrij invullen, weet je nog. Dan zeggen we dus Vn is V... Vn plus 1 is Vn plus Un plus 1. De oude van V plus de nieuwe van U. En de beginwaarde is gewoon U0. Hé, hey, nou pakt hij niet mijn rijen dingen. Even kijken, staan ze wel hier ergens? Oké. Okay. Ik had verwacht dat hij hier ook wel gewoon de mogelijkheid zou geven om te verwijzen naar een U. Maar dan doen we het met de hand. Je kan natuurlijk gewoon 1 invullen, want U0 is 1. Maar ik wil kijken of ik misschien gewoon letterlijk U0 kan invullen. Dus ik doe U. En dan een subscript. Ja, dat weet ik niet hoe ik dat moet doen. Oké, nou, laat maar. Ik vul wel gewoon 1 in. En we gaan kijken naar de somrij. De somrij 1, 2, 4, klopt dat? Ja, en dan 3 erbij en dan 5 erbij. Zie je dat? Dus het wordt steeds, die wordt steeds bijgeteld. Dus 12 plus 8 is 20, 20 plus 13 is 33, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus dat is goed. En de vraag is wanneer gaat hij voor het eerst boven de 15.000? Nou, dat is hier. Dan zeggen we nou, nu hebben we ingevuld Vn plus 1 is Vn plus U. N plus 1, dat is de somrij, met V0 is 1. En dan kijken we in de tabel. En de vraag is, wanneer gaat hij voor het eerst boven de 15.000? Dat betekent dat je eventjes de rij moet opschrijven waar hij het nog niet doet en de rij waar hij het wel doet. Dus bij 18 doet hij het niet, daar is het 10.945. En bij 19 is het 17.710. Dus dat betekent dat bij 19 is hij voor het eerst boven de 15.000, dus dat is bij n is 19. Oké, dat is leuk. Goed, gaan we naar som 3. Een codeur, iemand die codes maakt, maakt een code van de eerste 12 Fibonacci getallen. Zo'n code bestaat uit 19 cijfers. Dat kan zijn bla 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 of bla bla bla. Dus zijn gewoon die getalletjes. Rekenen hoeveel codes er mogelijk zijn met deze 19 cijfers. Oké, dan moeten we eventjes wat boekhouding doen. We moeten even kijken hoe vaak alles voorkomt. Dus we hebben de 1, die komt een aantal keer voor. De 2, de 3, de 4 komt voor. De 5 zie ik ook. De 6 zie ik niet. De 7 ook niet. En de 8 en de 9 komen voor. Dus we gaan even tellen hoeveel er van elk zijn. En dan gaan we kijken of het in totaal op 19 uitkomt. Want anders dan hebben we waarschijnlijk iets verkeerd gedaan. Ja. Dus hoeveel enen zijn het? Nou, 1, 2, 3, 4, 5 enen volgens mij. En hoeveel tweeën? 1, 2, 2 tweeën. En hoeveel drieën? 1, 2, 3, 3 drieën. En hoeveel vieren? 3. En hoeveel vijven? 1, 2, 3. Ook 3. En hoeveel achten? 2. En een 9 hadden we er eentje van. Dus even kijken. Dus 5 plus 2, 7, 10. En dan hebben we hier 19. Ja, inderdaad 19. Dus dan is de kans vrij groot dat we het goed hebben gedaan. Hoeveel codes zijn er dan mogelijk? Nou, daar was een kunstje voor. En dat kunstje, dat hebben we het over gehad, hè? Als je volgers willen weten van meerdere soorten dingen. Als je van twee dingen doet, doe je gewoon NCR ermee klaar. Maar hier zeg je van, kijk. Ik heb 19 dingen. En 5 daarvan zijn in 1.
Dus dat kan op zoveel manieren. Dan heb ik 14 plekken over. En van de 14 plekken wil ik 2 plekken hebben voor een 2. Dan heb ik 12 plekken over. En dan wil ik 3 drieën hebben. Dus dan doe ik 12 en 3. Dan heb ik 9 plekken over. Dan wil ik 3 vieren hebben. Dan heb ik 6 plekken over. En dan wil ik 3 vijven hebben. Dan heb ik 3 plekken over. En dan wil ik 2 achten hebben. En dan heb ik tenslotte 1 plek over. Dan wil ik een 9 hebben. Dit is flauw. Dit is gewoon 1. Dus we gaan even deze zooi allemaal met elkaar vermenigvuldigen. Dus dan krijg je 19 en CR5 keer 14 en CR2 keer 12 en CR3 keer 9 en CR3 keer 6 en CR3 keer 3 NCR2 en die 1 NCR1 is gewoon 1. Die gaan we lekker niet intoetsen. En dan komt een of ander belachelijk groot getal uit. Deze rekenmachine geeft het wel helemaal. Volgens mij doet de TI dat niet. Maar laten we even kijken welk getal het is. Eerst even opschrijven. Oké, dus. Dit zijn miljoenen, miljarden, biljoenen. Dus 1 biljoen 173 miljard 274 miljoen 502.400 codes. Ja. Maar ja, als je het als wetenschappelijke notatie geeft, dus gewoon 1,17 of zo keer 10 tot de 12e, dan is het natuurlijk ook goed. Oké, nou, best wel veel codes dus. 4. Wat willen ze bij 4? Modelleren. We gaan modelleren. Gegeven is de volgende tabel. De gegevens uit de tabel zijn bij benadering exponentieel. Toon aan dat deze tabel bij benadering exponentieel is. Ja. Het gemene van deze tabel is dat de stapjes aan de bovenkant niet allemaal even lang zijn. Dus als je wil kijken of het exponentieel is, dan moet je eigenlijk tussen elk stapje de groeifactor berekenen. Dus we gaan eerst even van 1 naar 2. Die is makkelijk. Die groeifactor is namelijk 54,4. Gedeeld door 27. En dat geeft 2,0148. Oké. Maar als we van 2 naar 4 gaan en we willen de groeifactor berekenen, dan moeten we die deling doen. Dus 220,7 gedeeld door 54,4. Maar we moeten het ook tot de macht een half doen, omdat het 2 stapjes zijn. Dus we doen 220,7 gedeeld door 54,4 en dan tot de macht een half is 2,0142. Oké. Nou, en dat moet je dan ook doen van 4 naar 9 en van 9 tot 13. Dus we gaan van 4 tot 9. De groeifactor van alle stapjes is dus 7.323,5 gedeeld door 220,7. Maar dan doen we dat tot de macht 1/5, omdat het 5 stapjes zijn. Dus weer intoetsen. En ondertussen proberen om het niet fout te doen. Hè? Dus 1/5, dus dat kun je doen als 1/5 of als 0,2. En dan kom je uit op 2,0146. En dan hebben we ook nog 9 dan naar 13. En dat is 120.615 gedeeld door 7.323,9. En dat zijn 4 stapjes, dus dan moet je tot de macht 1/4 doen. En dan als het hopelijk, hè, als alles gaat zoals we graag willen, zoals ook wordt gesuggereerd in de toets, komen we ook uit op die 2,014 nog wat. En dan zijn we blij. Dan hebben we overal dezelfde groeifactor. En dan kunnen we weer naar de volgende som.
Oké, dus. En dan tot de macht. 1 vierde. En inderdaad, we hebben ook weer die 2,014 met een getalletje extra, 5 in dit geval. Dus het lijkt op dat die groeifactor inderdaad iets van 2,014 is of zo. Ik denk eigenlijk 2,015, dat meeste zit een afgerond op 2,015. Dus ik zou zeggen, op basis hiervan, ik neem een groeifactor van G is 2,015. Maar ja, dat wordt niet gevraagd. Je moet alleen laten zien. Zegt dit is ongeveer gelijk. Dus wel je conclusie opschrijven. Hè? Bij benadering exponentieel. Goed. Nou, dat is mooi. Dan gaan we naar som 5. We gaan uit van de formule. I is... Oké, als ik iets op het bord schrijf, dan gaat hij terugflappen naar dit ding. Ik snap niet precies waarom hij dat doet. Keur dat namelijk af. Want als we zo gaan werken, dan kunnen jullie het bord niet zien. En wie weet hoe lang hij dat al doet. Hè? Even kijken hoor. 13,4 keer... Ik denk dat ik hem even moet weghalen zo. Dan even weg. En gaan we hem even opnieuw pakken. En zo. Dan gaan we het formaat even. Nou, dat helpt niet. Volgens mij heeft hij het wel eens eerder gedaan, maar ik ben vergeten hoe ik het heb opgelost. Misschien moet ik deze even opschuiven. Nee. Even groter maken. Zo. Ja, in dat geval zetten we gewoon de automatische scene switcher uit. En dan gaan we deze weghalen. Zo. En als ik hem nu hier naartoe doe. Nou, dan moet ik het maar met de hand doen. Dat gaat waarschijnlijk mis, maar in ieder geval kunnen we nu verder. Dus even, ik weet niet of jullie het hebben gezien, maar dit was de berekening voor die groeifactor. Je komt steeds ongeveer op hetzelfde uit. Zeg je nou, de groeifactor zal 2,015 zijn. En daar gaan ze toevallig ook mee verder werken bij som 5. Bij som 5 zeggen ze ga uit van de formule 13,4 keer 2,015 tot de macht x. En dan zeggen ze, omdat Guus nog niet zo sterk is in wiskunde, wil hij de y-waarde die hoort bij x is 17 schatten met behulp van lineair extrapoleren. Daarmee komt hij uit op een veel lagere waarde dan als hij de formule zou gebruiken. Bereken hoeveel lager Guus uitkomt, rond je antwoord af op gehele. Oké, dus we moeten die x is 17 gaan invullen, in ieder geval om te kijken wat er uit de formule komt. Dus dan krijg je die 13,4 keer... 2,015 tot macht 17, want we willen 17 invullen. En dan krijg je een of ander groot getal, iets van 2 miljoen, zie je dat? 1.994.255 afgerond. En, maar wat gebeurt er dan als je gaat lineair extrapoleren? Hoe werkt dat ook alweer? Voor extrapoleren pak je de twee dichtstbijzijnde punten, dus 9 en 13 in dit geval. Hier heb je 7.323,9. En hier heb je 120.615. En dan is de vraag van ja, maar wat is er dan met 17? Nou, wat je dan doet is zeg van kijk, dit zijn vier stapjes. En in die vier stapjes is er een toename van 120.615. Min 7323,9. En dat is 113.291. Oké. Dat betekent dus in vier stapjes komt er 113.291 bij. Dus wat is dat dan per stapje? Nou, dat is die 113.291,1 gedeeld door 4. Dus dat geeft 28.000.
322,8. Laten we het even afronden. En nu wil je van 13 naar 17. Maar van, oh, hoef het helemaal niet te delen door 4. Dit is ook 4. Dus in plaats van dat je dit dan weer keer 4 doet, kan je ook gewoon zeggen, nou, als dit 4 stapjes zijn, komt er zoveel bij. Als het weer 4 stapjes zijn, komt er weer zoveel bij. Dus dan kom je uit op, nemen we even het vorige getal, deze. Nee. Jawel, deze. Die. En daar tellen we dan die 120.615 bij. En dan kom je uit op een totaal van 233.906. En het verschil, hè, dan moet je dus eventjes die 2 miljoen min de 233.906 is... Weer intoetsen. Een beetje saai. En dan hebben we dus een verschil van iets van 1,8 miljoen, zie je dat? 1.760.349. Oké, moesten we uitrekenen. Dat was som 5. Oké. En dan gaan ze verder. Dan zeggen ze, ja, zijn zus wil weten wat de formule is om met een y-waarde snel een x-waarde uit te rekenen. Daarvoor herleidt zij de functie tot x is a keer log y plus b. Oké, dus we hadden die formule. Ik schrijf hem nog even op. Y is 13,4 keer 2,015 tot macht x. En die willen we schrijven in de vorm x is. Oké, nou. Wat je kan doen is, ze zeggen dat er ook een log in moet zitten. Dus we kunnen hier gewoon meteen beginnen met een log. We kunnen zeggen, nou weet je, als dit gelijk is, dan kan ik gewoon doen, de log van y is de log van 13,4 keer 2,015 tot de macht x. He, dan heb ik meteen de log. En nou heb je in het formuleblad gezien, en dat heb je natuurlijk ook heel vaak geoefend, als er in de log een keer staat, dan wordt het een plus. Dus dan krijg je de log van 13,4 plus de log van 2,015 tot macht x. Dus dan krijg je hier de log van 13,4 plus x keer de log van 2,015. Nou, nu hebben we hem bijna al. Het enige wat we nog moeten uitrekenen is die a en die b. En ze zeggen dat je a en b moet uitrekenen. Dus nou, dat gaan we dan doen. A moet in 4 decimaal. A is het getaltje voor de log. Wacht eventjes. Oh nee, ik ben er nog niet. Want ik moet nog zeggen wat x is. Dus nu moet ik hem nog vertalen naar x is. Dus wat we dan gaan doen is... Die laten we staan, maar die schrijven we dan opeens links. Dus dan krijg je x keer log 2,015. En dan die log y hebben we dan daar nog. En dan die log 13,4 naar de andere kant. En dan krijgen we dus uiteindelijk dat x is log y gedeeld door log 2,015 min, en dan hebben we log 13,4 gedeeld door log 2,015. En dat getalletje wat voor die log staat is dan die a, maar dan zeg je, ja, maar er staat niet echt een getalletje voor. Maar je kan het getalletje zo schrijven. Je kan zeggen het is 1 gedeeld door log 2,015 keer log i. En dan min. En dan doe je die log 13,4 gedeeld door log 2,015. En dat, als je dat leuk vindt, kun je dat ook schrijven als de log met grond tot 2,015 van 13,4. Dat is die rekenregel die ook op het formuleblad staat. Niet zo gek belangrijk. En ik kan even niet meer naar beneden, dus ik ga even gewoon hier verder. A is dit getal. En B is dit getal. Dus die toetsen we dan even in. Dus 1 gedeeld door de log. Waar zit op deze rekenmachine? Log, hier.
van 2,015 is 3, hoeveel decimalen? 4 decimalen. Dus 3,2865. En B was ook een log, maar deze log is gewoon een 10 log. Dus nu heb ik mezelf moeilijk gemaakt door het door een log base nodig te hebben. Maar die staat gelukkig gewoon hier. Dus 2,015 en dan log 13,4 is 3,704. Oké, nou, dat is leuk. Dan gaan we eventjes naar de volgende som. Ademhalen. Bij het ademhalen verandert de hoeveelheid lucht in de longen. In deze opgave gaan we kijken naar een ademhaling van een persoon in rust. Het lichaam maakt een periodieke beweging en daarom gedraagt het volume van lucht in de longen zich ook periodiek. Gegeven is de formule bla bla bla. Een tekengrafiek voor de eerste 10 seconden. Oh, oké. Nou, dat is leuk. Dan stel ik voor dat ik even de ruitjes aanzet. Dan kunnen we het misschien wel netter tekenen. Zo. Oké, 10 seconden. Nou, laten we eerst maar eventjes wat dingen uitrekenen. De evenwichtstand is 37,150. En de amplitude is 250. Dus het ziet eruit dat we misschien wel het beste kunnen rekenen met een tekenen met een scheurlijn of stapjes van 4. 12 stapjes van 4 kan ook mooi. Dan moet ik even kijken hoe het uitkomt. De periode is 2 pi gedeeld door c. En c is 1 derde pi. En dat kan je natuurlijk gewoon in je rekenmachine intoetsen. Maar je kan ook zeggen van ik streep de pi's weg. En ik weet delen door een breuk is hetzelfde als vermenigvuldigen met de omgekeerde. De periode is 6. En dan hadden we nog verder begint hij gewoon in het beginpunt bij t is 0. Dus x-coördinaat of t-coördinaat beginpunt. Oké, nou, ik wil proberen, ik moet het in 10 seconden doen. Ik wil proberen om met 20 hokjes te werken. Dat lukt denk ik nog wel. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Zo. En dan hebben we elke seconde is 2 hokjes. Dat helpt om het netjes te tekenen, denk ik, hoop ik. Oké. Nou, en dan gaan we hier omhoog. En je kan natuurlijk gewoon met een scheurlijn werken. Maar dat hoeft niet. En het komt wel mooi uit op 4000. Dus als ik nou gewoon stapjes neem van 250... Dan is dit 1000, dit is 2000, en dit is 3000, en dit is 4000. En dan kunnen we mooi tekenen. Want die evenwichtstand die zat bij 3750, die zit hier. Zie je dat? En de periode was 6. En bij een sinus, zo'n sinus, die zit altijd in 4 gelijke stukjes verdeeld. Deze 4 stukjes zijn even lang. Dus als dit hele stuk 6 is, dan zit dit bij 3 en dan zit dit bij 1,5. Dus bij 1,5 hier zit de top. 4000. En 1,5 verder is hij weer hier. En 1,5 verder is hij weer hier bij 4,5. En dan gaat hij weer zo nog een keer dit spelletje spelen. En de laatste die komt er niet in beeld. Die zit hier bij 10,5. Zie je dat? Die hebben we net niet. Nou, en dan maken we een schetsje zo. Lalala. Beetje sinusoïde tekenen. Dus 1,5 periode en een beetje. Zie je dat? Dat is hem. Oké. De hoeveelheid lucht die je per minuut in je longen hebt varieert. Milenka wil weten hoeveel procent van de tijd ze meer dan 3,8 liter lucht in de longen heeft, bereken die percentage. Oké, nou, dan moet je natuurlijk even kijken naar één periode. Zeg je nou, kijk naar één periode. En die 3,8 liter lucht, die zit hier. Die zit iets boven die 3,7 kubieke centimeter. Hè? Dus 1000 kubieke centimeter is een liter. Het
Het komt eigenlijk uit zoals je verwacht, hoop ik. Dus we moeten eigenlijk gewoon deze tijd die hier zit, moeten we vergelijken met de periode. En dat is dan het percentage. Dan gaan we het gewoon maar even invullen in de rekenmachine. Ga eens even hier naartoe. Ja, dan gaan we even een grafiekje tekenen. Dit is van de toets die al geweest is, dus dat is mooi. En deze zooi gaan we er allemaal even uitgooien. Wel een hoop werk, kan ik het niet gewoon allemaal tegelijk eruit gooien. Vast wel, maar ik weet niet hoe. Oké. Dan voegen we eventjes onze functie toe. We pakken eventjes een voorbeeld. Dat hoef ik niet moeilijk te doen. Even kijken. Functie invoeren. Fx is. ...250... keer de sinus. Dankjewel, meneer Minnie. Ik krijg koffie voor mijn vrouw. Dankjewel. Zo. Nou, zo kom ik de toets wel door. Even kijken. Oh ja, we gingen hem invullen. Dus 250 keer de sinus van 1 derde keer pi keer t, maar hier in deze rekening is dat natuurlijk x, hè, dat is vaak zo, plus die 3750. Nou, die kunnen we even tekenen, gewoon even om een gevoel te krijgen hoe het eruit ziet. Dat ziet er niet zo heel erg interessant uit. Ik dacht dat dit ding zelf assen ging kiezen, ook had de auto-assen uitgezet. Net. Ja. Dit is hem, zie je dat? Dat is mooi. En nu willen we graag dit snijden met de lijn 3800. Dus we gaan nog een functie invullen en die noemen we 3800. Zo. En die gaan we dan ook tekenen. Zie je dat? En we gingen kijken naar die eerste periode. Dus we gaan nu we gaan zeggen van het hele ding is 6. Van 6. En dit stuk moeten we even uitrekenen. Nou, dan doe je calculate. Calculate, zie je dat? En dan kunnen we, dan maakt het niet uit welke je kiest, want je wil snijpunten weten. Find intersection. En dan kan je hier zo, de intersection zal langs lopen. Je hoeft niet kalk intersect en met een spinnetje te lopen. Je krijgt ze gewoon allemaal cadeau. Dus de grootte zit bij 2,807717. En die andere, die zit bij 0,192287. Oké, en dat moeten we dan van elkaar afhalen. Nou, dan gaan we maar hier naartoe. Hoe ik die waarde hier makkelijk krijg, dat weet ik nog niet. Dus we hebben 2,807717 min 0,192287 gedeeld door 6. En dat is dus 0,436. En als je daar een percentage van maken, dus 43,6%. Oké, nou leuk. Dan gaan we naar een volgende som. Som 9. Ah, dus zeepbellen. Op de foto zie je een dubbele zeepbel. Twee bolvormige zeepbellen die aan elkaar vastzitten. Beide zeepbellen zijn een deel van een bol. Het scheidingsvlies tussen de zeepbellen is ook een deel van een bol. Dat is leuk. Men heeft ontdekt dat voor elke dubbele zeepbel de volgende formule geldt. 1 gedeeld door C, dat is de straal van de grote bol, is 1 gedeeld door B min 1 gedeeld door A. Oké. Lijkt een beetje op de lenzenformule die je bij natuurkunde misschien wel eens hebt gehad. Oké. Nou, een dubbele zeepbel bestaat uit... Op de foto, de grote zeepbel heeft een straal van 4 centimeter en de kleine van 2,5 centimeter. Zeggen ze bij 9, bereken met behulp van bovenstaande formule de straal van het scheidingsvlies rond je antwoordafbeelding millimeters. Oké.
som 9. Doe de ruitjes weer even weg. Goed. Bij 9 willen we C weten. En A, dat was de straal van de grootste, die is 4. En B, dat is de straal van de kleinste, die is 2,5. En dan geldt er dat 1 gedeeld door C is 1 gedeeld door B min 1 gedeeld door A. Nou, 1 gedeeld door B is 1 gedeeld door 2,5. 1 gedeeld door A is een vierde. Als deze rekenmachine iets kan, dan is het een breuk als antwoord geven. Dus 1 gedeeld door 2,5 min 1 gedeeld door 4. Dan zegt hij dat is 3/20. En dat betekent dat C is 20/3. Ofwel 6/2 centimeter. Maar het moest op millimeters nauwkeurig. Dus dat is dan 6,7 centimeter. Of 67 millimeters. Allebei goed. Er staat niet dat het op millimeters moet. Het moet op millimeters nauwkeurig. Dus dat betekent als je centimeters gebruikt, heb je één cijfer achter de komma. Goed. Nou, dan gaan we verder. Even kijken. Jullie even meekijken met toets. En dan gaan we weer naar beneden. Als de stralen A en B bekend zijn, kun je C snel en rechtstreeks berekenen door de formule te herleiden. Geef deze herleiding. Dat is leuk. Dan kunnen we straks ook nog even ons antwoord controleren. Van 9. Hè? Want zij zeggen C is A keer B gedeeld door A min B. Dus dat zou dan 4 keer 2,5 gedeeld door 4 min 2,5 moeten zijn. Dus dat is 10 gedeeld door 1,5. En 10 gedeeld door 1,5 is inderdaad ook je 6/2. Kijk maar. 10 gedeeld door 1,5. Zie je dat? Dus we weten niet of dat klopt. Maar goed, nu moeten we zelf die herleiding doen. We moeten die C maken. Dus we hebben 1 gedeeld door C is 1 gedeeld door B min 1 gedeeld door A. Wat moeten we nou doen? Help. Nou, ik stel voor om even deze breuken gelijknamig te maken, zodat we ze kunnen optellen. Dat betekent dat we die ene breuk boven en onder een A geven. En dat we die andere breuk boven en onder een B geven. En als we dat hebben gedaan, dan staat er dus A gedeeld door AB min B gedeeld door AB is A min B gedeeld door AB. Nu moet je hem eigenlijk omdraaien. En dan zeg je, ja, omdraaien mag dat wel, meneer. Nou kijk, als ik heb de kruisingsvermenigvuldiger, hè, dan dit is AD en dit is BC, toch? Die keer die en die keer die. Maar nu kan ik die B pakken en zeggen, ik ga door C delen. En ik ga ook door A delen. Dan heb ik hier B gedeeld door A. En dan heb ik hier D gedeeld door C. Dus dan heb je hetzelfde ding, maar dan zijn ze allemaal omgedraaid. Nou, dat doen we hier. En dan krijg je C is AB gedeeld door A min B. En als je dit niet in één keer ziet, dan doe je het gewoon op die manier. En dan kom je er ook uit. Als je volhoudt, dat is een beetje vervelend. Een vervelende som. Oké, dan zeggen ze nu. Neem nu aan dat de grote zeebel een vaste straal heeft van 3 centimeter. Dus A is 3. We vragen ons af wat er gebeurt als de straal van de kleinste zeebel steeds kleiner wordt. Wordt het schijningsafstand steeds platter of steeds boller? Met andere woorden, neemt C toe of af? Het antwoord op de vraag of het schijningsvlies steeds platter of boller wordt, als de kleinste zeebel steeds kleiner wordt, kunnen we vinden met behulp van de afgeleide van C. We nemen dus een grote zeebel van een vaste van 3 centimeter. De formule wordt dan C is 3B gedeeld door 3 min B. Kijk, jullie kunnen het nu ook zien. Dus dan wordt dit de nieuwe formule en B zit tussen 0 en 3. Want anders is A niet de grootste, hè? En een negatieve straal kan ook niet. Dus zij zeggen van ja, nou moeten we gewoon die formule even gaan differentiëren en een uitspraak doen over wat er gebeurt. Even kijken, dus C is 3b gedeeld door 3 min b. En we willen weten wat gebeurt er als b kleiner wordt. Dus dat moeten we even in gedachten houden. Wat gebeurt er
als b kleiner wordt. Oké. Nou, laten we maar even gaan differentiëren. Dat staat hier ook, stel de afgeleide op. Dus we gaan differentiëren. Dat is met de quotientregel natuurlijk. Hè. Dit is de teller. Dit is de noemer. En de quotientregel was nat min dan. Noemer keer de afgeleide van de teller. Min teller keer de afgeleide van de noemer. Dus we gaan 3b gaan we differentiëren keer 3 min b. En dan min teller keer de afgeleide van de noemer. Dus 3b keer 3 min b gedeeld door 3 min b. Oké. Dus 3 keer 3 min b min 3b keer min 1 gedeeld door 3 min b in het kwadraat. Oké. 3 keer 3 is 9. 3 keer min b is min 3b. Plus 3b gedeeld door 3 min b in het kwadraat. En dan gebeurt er iets leuks. Want die min 3b en die plus 3b vallen weg. Dus dan krijg je hier 9 gedeeld door 3 min b in het kwadraat. En deze afgeleide is positief. Zie je dat? Want 9 is positief. En dat kwadraat hier is ook positief. Dan moet ik dat even opmerken. Kijk. Kwadraat is positief. Dus dit hele ding is positief. Dus wat gebeurt er dan met c als, kijk, als b toeneemt, neemt c toe. En als b afneemt, dan neemt c ook af. Dus dit betekent, als b groter wordt, dan wordt c ook groter. Maar het gaat hier om de situatie als b afneemt. Maar als b afneemt, dan gaat c ook afnemen. Dus, dat geloof ik wel. Dan gaan we naar de laatste som. Blikken. Een fabriek maakt cilindervormige blikken met een inhoud van 10 liter. Zo, dat zijn grote blikken. Een dure consultant heeft een formule opgesteld voor de hoeveelheid materiaal dat nodig is om één zo'n blik te maken. De formule luidt bla bla bla. N is de hoeveelheid materiaal in vierkante centimeter en R de straal van het grondvlak in centimeter. De fabrikant wil zo min mogelijk materiaal gebruiken voor de productie van blikken. Ja, duur, dan is het goedkoper, hè? Daarom zijn blikjes tegenwoordig, misschien is jullie dat opgevallen, maar vroeger waren blikjes dat een beetje zo. En tegenwoordig zijn ze allemaal wat langwerper geworden. En dat komt omdat de optimale hoeveelheid materiaal, die krijg je als je blikje wat slanker is. Dus dat die iced tea die jullie graag drinken, dat zit vaak nog in van die platterige blikjes. Maar de meeste blikjes zijn wat langwerper geworden. Grappig. Oké. En dat is dus gewoon omdat die mensen hebben uiteindelijk wiskunde geleerd en dachten van het is goedkoper om het zo te doen. Oké. De fabrikant is een minimaal materiaal. Ja. Bereken met de afgeleide bij welke straal de benodigdheid materiaal voor het maken minimaal is. Geef je antwoord millimeter nauwkeurig. Oké, we hoeven niet de minimale en te berekenen. We hoeven alleen maar uit te rekenen bij welke straal. En dat moet met behulp van differentiëren. Met de afgeleide. Dus we hebben als functie n is 6,28 keer r kwadraat. Jullie herkennen dit als 2 pi. Hè? Of niet. En 20.000 gedeeld door r. Oké. En nu gaan we dat differentiëren. En voordat we gaan differentiëren moeten we deze eventjes vertalen. Dus we gaan eerst nog even vertalen. Weet je nog? Vertalen, differentiëren, terugvertalen. Hoewel terugvertalen hier niet noodzakelijk is. Gedeeld door r was r tot de macht min 1. En die 20.000 gedeeld door r betekent eigenlijk gewoon 20.000 keer 1 gedeeld door r. Dus die tot de macht min 1 komt alleen maar bij de r. Die 20.000 heeft er eigenlijk niet zoveel mee te maken. Dus je krijgt 20.000 keer r tot de macht min 1. Nu gaan we differentiëren. Die 6,28 die moet keer 2. En dat is 12,56 keer r. En dan die 20.000 die moet gewoon keer min 1. En dan krijg je hier r tot de macht min 2. Nou, normaal gesproken, als er wordt gezegd berekende afgeleide, dan moet je
afgeleide nog even mooi schrijven. Dus dan maak je hiervan min 20.000 gedeeld door r kwadraat. Maar dat is hier niet verplicht. Want het enige wat je moet doen is kijken wanneer de nul uitkomt. En dat kan je net zo makkelijk hier doen als daar doen. Want ik raad jullie aan om het zoveel mogelijk met je rekenmachine te doen. Want dan is de kans dat het fout gaat kleiner. Dus we gaan hem even invoeren in de GR. Fx is 12,56x min 20.000 gedeeld door x kwadraat. En dan gaan we kijken wanneer het nul is. Er is vast wel een optie op de rekenmachine om te kijken wanneer het nul is. En anders kun je er ook bij, je kan ook gewoon een equation invullen. Maar ik wil graag die grafiek even zien. Dus deze zooi doen we weg. En deze zooi doen we ook weg. En dan gaan we een nieuwe invoeren. Namelijk 12,56x min 20.000 gedeeld door x kwadraat. Oké. Dan gaan we even tekenen. Ah, zie je, hij gaat hier door 0. Dus wat ik nu eigenlijk wil eigenlijk gewoon calculate en wanneer die 0 is. Maar ik weet niet zeker of die dat doet. Zeros, ja, hier zie je dat, zeros. En dat zit bij x is 11,67742. Oké. Dus in de grafische rekening voeren we dit in. En dan doen we eigenlijk gewoon, ja, calc 0. Dat is natuurlijk het taalgebruik van een TI. Maar je moet op een of andere manier duidelijk maken dat je nulpunten berekent. En dan komt uit x is 11,67742. En dan zeg je dus bij hoeveel decimalen? Geef je antwoord in millimeter nauwkeurig. Oké. Okay. R is in centimeter, dus dan zeg je dus bij R is 11,7 centimeter of 117 millimeter. Je kan ook een andere eenheid kiezen, zolang je maar op millimeters afrondt. Is de hoeveelheid materiaal minimaal is de, weet je wat, is N. N is toch de hoeveelheid materiaal? Is N minimaal. Scheelt weer schrijfwerk. Oké, nou, en volgens mij was dat het. Ja, einde. Nee, dan krijgen we nou helemaal niks meer in beeld. Nou, hier. Oké. Nou, dan sluiten we nog even af. Dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel, broer, ja, dat is een feit. Fabio Universiteit. Meneer Snel, die zorgt dat jij bereikt. Tienen halen, je zal niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel valt niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft. We'll be right back.